Hallo? Ah, dag Erna. Hey, onbekende. Ik heb er naar uitgekeken om kennis met je te maken, joh. Hoi. Ik ben Arie. Arie? Ik ben ook zenuwachtig, hoor. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat we elkaar toch wel... in deze 24 uur beter leren kennen. Ja. Dan moet je ook wel allerlei vragen aan elkaar stellen. Tuurlijk. En ik heb daar soms wel moeite mee. Ik denk altijd wel van, nou, dat komt wel. Maar toch merk ik dat ja, als je geen dingen uitspreekt... dan kom je ook niet verder eigenlijk. Hardlopers, dat zijn ook soms nog wel eens doodlopers. Ja. En daar moet je ook voor waken natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb er een goed gevoel bij, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, dat is en wat vind je zelf? Tegen. Want dan, ja, dan kom je iemand tegen... je kende mij natuurlijk niet. Ja, ik heb deze dag ook als leuk ervaren. Ik kan nog echt niet zeggen of je de liefde van mijn leven bent natuurlijk. Want ja, daar hebben we te korte gesprekken voor gehad. Dat snap ik. Dus ik zal zeggen, stel je vragen wat je belangrijk vindt voor jou. Tuurlijk. Dat zal ik ook doen. Hey, en hou je van reizen? Hou ik van? Reizen? Ben je een beetje doof? Nou, nee hoor. Hoor je me goed? Jazeker. Okay. Jazeker. Soms heb ik de indruk dat je me niet goed hoort. Reizen op zich vind ik leuk. Nou, heb jij nog vragen aan mij? Zo, heb je vragen bedacht? Niet speciaal. Ik heb eigenlijk zoiets van, goh... Soms gaan dingen ook gewoon automatisch. Dan hoef je niet speciaal... vragenlijsten mee te nemen en al die toestanden. Een vragenlijst maken. Nee, dat bedoel ik ook helemaal niet. Maar we hadden het er net over. En ik weet niet wat ik zo nu moet vragen. Krijgen we ook dit jaar weer te maken met een bovengemiddeld warme zomer? Want dit is natuurlijk wel een hele algemene vraag. Ja. En als er nou zou staan... Goh, wanneer kan ik weer een biertje gaan drinken... bij het cafeetje op de hoek. Ja, maar dat is niet essentieel. Dat is niet van jou innerlijk. Ik stel de vraag... win ik dit jaar een hoofdprijs in de staatsloterij? Ja, dat is ook materie. Dat heeft niks met jou te maken. Dat is dan niet algemeen. Dan heeft het wel met mij te maken. Nee, dat is een materie. Ja, dat is niet je geestelijk. Dat is niet je... Ja, dat is niet essentieel. Ik denk dat je niet de essentie hiervan snapt. Of wil snappen. Dat kan ook, hè, dat laatste. Nee, aan de andere kant, ik ben niet echt een zweverig type op dat gebied. Ik ben ook niet zweverig. Denk je me zweverig? nee, joh. Maar in een relatie ben je dan... dat je alles slikt om de vieze lieve vrede te bewaren. Nee. Of, ik vind het heel belangrijk dat je alles mag uitspreken. Wat er ook gebeurt en hoe de ander er ook reageert. Je kan het maar beter kwijt zijn dan dat je gaat potten. Want dan is het helemaal verkeerd. Het is gewoon belangrijk dat je... vroegtijdig signalen afgeven. Ja, maar signalen afgeven, dat vind ik niet genoeg. Je moet het echt zeggen. Van, nou, Erna, ik vind het niet leuk als je al de poepjes laat, weet je wel, of zo. Kijk, en dan denk ik, oh, nou, als je dat niet leuk vindt, dan ga ik even naar de wc. Maar als jij dat elke keer, als ik dan een poepje laat, als je de dood aan ergert... Dan denk jij misschien dat jij wel signalen afgeeft. Maar je geeft helemaal geen signalen af, want ik denk dat je dat niet erg vindt. He, en je hoeft ook nooit boos te zeggen, je kan het gewoon zeggen en dan is er niks aan de hand. Nee, klopt. Ik voel me echt een gelukkig mens, Erna. Echt ongelooflijk. Nou, wel goed. Nou, daar proosten we op. Salut. Saluto. C'est la vie. Nou, ik moet gewoon een traantje laten, weet je. Nou, ik ben wat dat betreft toch een beetje emotioneel van aard. Erna, wat doet het met jou? Nou, ik vind het hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik had het ook niet verwacht eigenlijk. Ik ging er ook heel open in. Dus eigenlijk vind ik dat wel heel, heel bijzonder. Op onze toekomst. Ja. Heerlijk. Warm, dan ga ik even een beetje naar boven. Dan koel ik weer af en dan kom ik weer terug. Ga ik even op gelijke hoogte begeven. Nou, spannend hoor, zo. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat met ons. Het is wel heel grappig. Ja, we hebben hier gewoon mooie plannen gemaakt samen. Dat wou ik zeggen. Ik vind het onwerkelijk om morgen weer naar huis te gaan. Ja, dat is het ook. Dat vind ik eigenlijk het onwerkelijkste van alles. Dat is het ook. Een weekendje weg samen. Je meent het. Ja. Ga vlug eens wat erin staat. Ik ben zo benieuwd. Oeh, ziet er mooi uit. Nou ja. Lieve Erna en Arie, gefeliciteerd met jullie vierdaags verblijf in Lang Leve de Liefde. Wat geweldig om te zien dat liefde en kunst elkaar hebben gevonden. Mooi. Ontzettend veel geluk samen. Jullie mogen naar Fletcher Hotel Restaurant Bossoord. Ga genieten van een romantisch avontuur. Lieve groet, het team van Lang Leve de Liefde. Nou, wat nou, gaaf. Ja, zeg. Ah, wat leuk. Kijk, zo mooi. Schitterend. Leuk, hè? Ah, joh, geweldig. Wat leuk, hè? Daar gaan we. Daar gaan we maar. Hè? Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.